staan hier op het Diekmanterrein, op een van de parkeerplaatsen van het Diekmanterrein. Ik sta hier met Bas Veenendaal. Hij is voorzitter van voetbalclub Zuid-Esmarken. Nou ja, en we gaan het nu hebben over de betonblokken die volgens mij in maart hier zijn neergezet. Ja. Is dat een succes? Ja, zeker. Je merkt dat de auto's minder hard hier op het rechte stuk rechtdoor kunnen rijden. De vaart is er zeker uitgehaald. Een kleine andere vorm van overlast is er helaas nog wel. Dat is het wat onveilige gevoel dat de bewoners hebben als je hier 's avonds fietst of loopt. En er staan auto's naast elkaar met de raampjes naar beneden. En dat er wat overgegeven wordt van de een naar de andere auto. Maar jullie gaan dan ook regelmatig met de gemeente aan tafel zitten en verbeteringen bedenken? Of? Ja, zeker. En ook vanuit diezelfde wijkraad worden er af en toe wijkschouwen gehouden. Dan gaan we gewoon echt in een groepje de wijk bekijken. En dan dat varieert van lantaarns die het niet doen, losliggende stoeptegels, maar ook hangjeugd, zwerf, afval, van alles. Aangezien de verkiezingen eraan komen in maart. Ja. Wat willen jullie hier op het Diekmanterrein? Ja, vanuit de voetbalverenigingen gesproken zou ik zeggen de accommodatie zelf die voor de verenigingen. Daar zijn we druk mee bezig om daar een hele mooie, nette accommodatie voor te maken. Ja. We hebben hier dus vier verenigingen op het Diekman. De Tubanters, Zuid-Esmarken, Sportclub Enschede en PW. En alle vier hele verschillende verenigingen. Eigenlijk heeft ook elke vereniging heeft wel een reden om te willen fuseren. Nou, die verschilt. Ja. Fuseren, samenwerken. Ja. De ene vereniging denkt meer aan samenwerking, de andere meer aan fusie. Okay. En we zullen deze maand zien wat dat gaat worden. Nou ja, we staan hier tussen de voetbalvelden. Maar wat is hier nog meer te zien op Diekman? Ja, op Diekman heb je eigenlijk ontzettend veel gebruikers. Dat varieert van een tennishal, een squash-citadel, een klimband, het gezondheidshoes. Je hebt ook een heleboel andere verenigingen dan alleen die vier voetbalverenigingen. Dus een handbalvereniging, EHC. Ja. En die zouden ook kunnen participeren in de nieuwe accommodatie. Willen ze dat? Ik denk het wel. Op dit moment maken ze ook gebruik van onze accommodatie bij ledenvergaderingen. Sinterklaasfeest en zo. Dus die samenwerking is er al. En dat kan ook alleen maar beter en nog meer.